Nou, we staan in Westerlee bij een grote brand. Wat trof u aan toen u ter plaatse kwamen? Toen we ter plaatse kwamen, troffen we een uitslaande schuurbrand aan. Het was volledig uitslaand en daardoor is ook opgeschat een grote brand. En wie had de opschaling naar grote brand gedaan? De meldkamer heeft in dit geval de opschaling naar grote brand gedaan. En wat was hier de reden voor dat ze hadden opgeschaald naar grote brand? De reden voor was dat de eerste melding al was van volledig uitslaande brand. En daardoor heeft de meldkamer besloten om op te schalen naar grote brand. En om wat voor pand gaat het hier? Het gaat hier om een schuur die gebruikt werd als opslag. En stond er nog naast de schuur een andere pand? Naast de schuur stond een woning. Dus we hebben ingezet op behoud van de woning. En we hebben ook kunnen voorkomen dat de brand over is geslagen naar de woning. En er is een groot watertransport te plaatsen. Hoe hebben jullie het vuur precies bestreden? Nou, we hebben het vuur met drie blusvoertuigen bestreden en een hoogwerker. En om deze van voldoende water te voorzien is het groot watertransport te plaatsen gekomen. En bij de brand kwam veel rook vrij. Is ook gevaar geweest voor de omgeving? Nou, we hebben de directe woningen daarnaast hebben ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Voor de rest trok de rook vooral over de weilanden heen en was er verder geen gevaar. En waren er ook nog andere gevaarlijke stoffen vrijgekomen, zoals asbest? Nee, verder zijn er geen andere gevaarlijke stoffen vrijgekomen. En u zei, het is een woonhuis die ernaast stond. Waren de bewoners op het moment van de brand dat uitbrak thuis? Dat weet ik niet. En kunt u al iets zeggen over de toedracht van de brand? Nee, daar kunnen we ook niks van zeggen. En wat is de omvang van de schade? Ik heb geen idee, maar de schuur moet als verloren worden beschouwd. En hoe lang denken jullie nog bezig te zijn? Nou, wij verwachten dat wij tot in ieder geval de tweede helft van de middag nog aan het blussen zijn.